1 januari 2020 voert Gent een lage emissiezone in. Of kortweg de LES. De meest vervuilende auto's mogen die zone dan niet meer in, zodat de uitstoot van roet en fijnstof vermindert. Dat is beter voor iedereen in Gent. Hoe schoner de lucht, hoe gezonder de stad. Het gaat over de zone binnen de stadsring of R40. Bij het binnenrijden herken je de lage emissiezone aan dit bord. Dit bord geeft het einde van de zone aan. Slimme camera's lezen je nummerplaat en controleren zo of je auto toegelaten is. Of je auto binnen mag, hangt af van de brandstof en de euronorm. De euronorm staat op je inschrijvingsbewijs. Hoe hoger de euronorm, hoe milieuvriendelijker je voertuig. Je kan zelf nakijken of je auto binnen mag. Op www.les2020.gent vind je een makkelijke test. Heb je een auto op benzine, aardgas of LPG met euronorm 2 of meer? Of rij je met een dieselauto met euronorm 5 of meer? Dan mag je altijd binnen. Behalve als je met een auto rijdt met een buitenlandse nummerplaat. Die moet je eerst registreren. Zo vermijd je een boete. Rij je met een dieselauto met euronorm 4? Dan kan je een toelating kopen om de lage emissiezone in te rijden. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je minder. Mag je auto niet meer binnen? Dan kan je een paar keer per jaar een dagpas kopen. Die geeft je één dag toegang tot de lage emissiezone, ongeacht met welke auto je rijdt. Of kies voor een park and ride en neem de tram, de bus of de fiets. Mensen met een beperking hoeven geen dagpas of toelating te kopen. Zij kunnen hun auto gratis registreren onder bepaalde voorwaarden. Als Gentenaar heb je ook recht op heel wat subsidies. Die vind je terug op www.les2020.gent. Wil je meer weten? Check je wagen dan op www.les2020.gent.